zit je op deze kerk? 20 uur nu. En nog hoeveel te gaan? Ja, nog 20. En dan stoppen we erbij. We draaien zeg maar zo'n 8 uur per dag. Maal 25. Maal 5 dagen. Dus dan zijn het heel wat manuurtjes, kan ik je vertellen. Het podium dat is eigenlijk maatgevend voor het hele veld. Die wordt als eerste geplaatst. Daarachter wordt het hele dorp gebouwd waar wij de artiesten onderbrengen. En de medewerkerstent die wordt gebouwd. Ik hoop vrijdag zeg maar rond 12 uur het veld op te leveren. En dat het dus inderdaad helemaal klaar is. En dan is voor mij de spannende taak erop, kan ik je vertellen. Dan krijgen we Benzinex. Hup. Sjaak, hoeveel van die dingen moeten jullie ophangen? 88. 88. 88 sponsoren. Yes. Ja. En weet je alle sponsoren nu al in je hoofd? Ik ken er wel veel op noemen, dat is wel weer waar. Maar kun je ze allemaal kennen? Wow, kom er heel in. Christian, waar zijn jullie mee bezig? We zijn de traditionele muziektent weer aan het opbouwen. Alsjeblieft.